Ik ben begonnen met een boomhut en een tipitent. En ik ben op een gegeven moment het gaan sparen. En uh, daarna ben ik het ook gaan verkopen. Bibi Nieuweburg is 11 jaar en in de band van Playmobil. Niet alleen als hobby, ze heeft grootse plannen. Aan het begin wel wat en op een gegeven moment ben ik dan weer gestopt en... Daarna ben ik weer wat gaan verkopen, Maar nu ben ik echt dat ik denk: ik ga ervoor. Dit is wat ik wil. En dit is mijn droom. Je kan er eigenlijk van alles mee. Je kan er zoveel mee. En dat maakt het voor mij zo leuk. Nou, ik vind echt het leukste wildlife. Omdat uh, ik hou heel erg van bomen en van uh, rotsen en van natuur. Dat vind ik heel leuk. En ik hou best wel ook veel van indianen spullen. En ik heb nu ook. Uh, Western huisjes, dat zijn best wel oude huisjes. Die probeer ik nu te sparen. En die bouw ik dan ook helemaal op. Dus dat zijn echt mijn twee favorieten. Bibi heeft autisme, een vorm van reuma, en ze is ook dyslectisch. Dus er ligt heel wat op haar bordje. Ik kan niet naar een hobbyclubje, ik kan niet sporten. Ik kan eigenlijk helemaal niks. Ik uh, sport soms op de Wii die wij hebben, maar dat is het wel. En daarom is uh, Playmobil ook zo fijn voor mij, omdat we, omdat ik daar echt, zou ik zeggen, mijn ding mee kan doen, omdat het is niet te veel druk. Het is, het geeft me juist eigenlijk rust en uh, ik hoef er niet te veel mee te bewegen. En uh, het is niet te moeilijk of zo. Dus dat maakt het wel echt fijn, zou ik zeggen. Om ermee te spelen. Ik kan het in uh, mijn eigen. wanneer ik maar wil, zou ik zeggen, kan ik het doen. En in mijn eigen wereld. En ik kan een beetje. gewoon een beetje verstoppen. van alle narigheid. die ik nu meemaak. en die ik al mee heb gemaakt. Dus ja, dat, dat is wel fijn. Ik vind. je moet niet kijken naar de dingen. die je niet kan. maar kijken naar de dingen. die je wel kan. En wat je. wat zou ik zeggen. Ja, bij mij ligt en wat mij, mijn aandacht trekt en waar ik blij van word. Ik koop heel veel op marktplaats. Um, voor mijn bedrijf koop ik vaak partijen op en die zoek ik helemaal uit. En de dingen die ik overhoud, doe ik bovenin allemaal bakken met allemaal losse onderdelen. Ik heb een bak met bomen en dieren en ik heb een bak met allemaal losse spulletjes. En ik vind soms ook wel eens nog in een kringloop. Vind ik soms ook nog wel eens dingen. Helaas zijn die nu natuurlijk dicht met corona. Maar ik doe het nu vooral via marktplaats. Ik doe eigenlijk alles zelf. Ik maak zelf schoon. Ik maak zelf de foto's. Ik uh, restaureer het zelf. Ik zet de advertenties zelf op marktplaats. Ik doe echt, echt alles helemaal zelf. Ik wil graag een eigen museum maken creëren hoe dan ook en ik wil daar ook mijn eigen winkeltje en mijn eigen website echt om om te zeggen pleinbeeld te verkopen en ik wil mensen blij maken maar ik wil mensen ook er bewust van maken dat het niet een rare ziekte is het is niet iets onbekends eigenlijk met alle beperkingen het is niet dat je niks kan je kan wel dingen je kan je passie volgen je kan uh, wat jij maar wil, kan je. Je kan iets met je leven. Ook al mis je een been. Ook al uh, heb je autisme, ook al heb je reuma. Het maakt niet uit, maar je kan iets met je leven.